bij weer een nieuwe aflevering van Boxtel Natuurlijk. Frans, vertel, waar heb je me mee naartoe genomen? Wie is deze meneer met die klompen? Ja, we zijn hier bij Jacques van de Stroommeervallenkwekerij. Mm-hmm. En Jacques die zit zeg maar echt iets buiten Boxtel. Want we zitten hier in Oorschot eigenlijk in feite. Maar het hoort allemaal bij het Grote Groene Woud. Dat is een nationaal landschap. Okay. En het Groene Woud is van heel belang. Maar Jacques, vertel eens hoe ben je begonnen. Nou, ik ben hier in 1981 begonnen. Ik had een varkensbedrijf overgenomen. Alleen met het perikelen van de varkenspest in 1997 hebben we eigenlijk een dramatische beslissing genomen om dus eigenlijk te stoppen met de varkens. Ja, ja. Okay. We zaten hier mooi aan de Beerzen. Ja, dit is de rivier die hier langstroomt, hè? Ja, ja, ja. En toen kwam de roverkaveling en toen werd het mooie maisland dat hier aan de andere kant lag, werd verkocht aan natuurmonument. En in eerste instantie dacht ik van, die natuur en die varkens, dat zal niet zo goed samengaan. Maar toen begon ik na te denken en toen keek ik zo eens rond en toen dacht ik van, ja, die Beers is eigenlijk toch wel een heel mooi gebied. Ja, en die bedreiging, dat kan misschien ook wel een kans zijn voor ons bedrijf. En, toen ben ik eigenlijk begonnen om die bedreiging om te zetten naar een kans. Dus iets meer met de natuur te gaan doen. Positief denken dus eigenlijk. Ja, wellicht. Oh, dat is leuk joh. En we gaan nu jouw bedrijf bekijken. Want we willen alles weten over de meerval. Ik ken wel onze Europese meerval, maar je hebt een andere. Daar wil ik daar alles over weten. En Gabriella wil zien wat een prachtige vis het is. Ja, hij is nog zo lekker ook nog. Oh. Ze mag hem nog vasthouden ook. Kijk eens aan. Nou, laten we gauw gaan. Ja. Oké. Okay. Ja. Jacques, nu staan we midden in jouw kwekerij, hè? Hier bij die bakken, daar zitten al die meervallen in. Ik ken de Europese meerval, maar jij hebt een andere soort, hè? Wij hebben de Afrikaanse meerval, die is eigenlijk geïmporteerd uit Afrika. Die wordt in zomeren voortgeplant. Dat is een kruising van de Clarias carapinus met de Clarius. Okay. Zo. Dus, zeg dat maar na. Ja. Ja. Want je hebt ongeveer 2500 verschillende meervalsoorten op de wereld. En deze is er dan een kruising van, die de meeste filets eigenlijk geeft. Okay. Hier zwemt dus inderdaad wel de Europese meerval. Ja, alleen in Nederland, hè? Ja, 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 alleen die wordt beschermd. Ja. En je mag eigenlijk niet zomaar een meerval kweken voor de consumptie. En dus die beschermstatus, die mag er misschien ook wel af, hè? Want die meerval, die Europese meerval, die eet eigenlijk alles wat voor zijn neus komt op. Het is eigenlijk een alleseter. En ja, goed. Wat voor vis zit er nog meer hier in de beek? Er zitten ongeveer 25 verschillende soorten vis in de Beerzen. Dat zijn de kopvoorn, rietvoorn, snerpeling, grote en kleine modderkruiper. De paling komt er ook nog voor, de snoekbaars. Okay. En een heel aparte kwapaal. Oh, de kwapaal, die zit hier ook. Dat is ook een heel beetje speciaal. Ja, die is ook weer opnieuw geïntroduceerd. Die schijnt ook heel lekker te smaken. Maar als je hem op je bordje hebt, dan noemen ze hem geen kwapaal meer, maar zoetwaterkabeljauw. Dus dat klinkt iets lekkerder, hè? Ja, precies. Ja. Hey, even terug naar die bakken hier. Hoe functioneert dat een beetje? Want er staan hier nou indrukwekkende bakken te kijken, maar wat gebeurt er nou? Die vissen die zitten met velen in een bak. Hoeveel? Ja, dat ligt natuurlijk aan het gewicht. Maar meestal zo 400 ongeveer. Dat is best wel veel. Ja. Doe je er heel weinig in, dan krijgen ze een zogenaamd territoriumdrang. Dan gaan ze elkaar bevechten. Ja. En als er heel veel in een bak zitten, dan hebben ze die drang nog niet. En dan groeien ze gewoon door. En dat moeten we natuurlijk hebben. We moeten natuurlijk niet hebben dat ze elkaar gaan bevechten. Nee, precies. Okay. En voortplanten, daar kunnen ze hier dus eigenlijk niet. Dat is niet de bedoeling, want die eitjes die worden meteen... Die spoelen meteen weg die filters die erin zitten. Ja, 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 ja. Dat kunnen wij eigenlijk niet doen. Hey, we gaan er dan eens eentje bekijken. Dan mag Gabrielle er eentje vasthouden, geloof ik. Ja, als ze wil. Dan kan ze voor aan de balie een t-shirtje halen van I've done it, I touched a catfish. Okay. Nou, dan laten we dat eens even gaan doen. Ja, hebben we dat zwart op wit. Ja, okay. Ja. Vissen horen natuurlijk in het water, maar heeft deze vis niet weinig water? Hij heeft inderdaad weinig water, alleen het bijzondere van onze meerval is dat hij behalve zuurstof uit water, met zijn kieuwen, ook zuurstof uit lucht kan halen. Oké. Maar daar zitten zijn kieuwen? Ja, hier zitten zijn kieuwen. En je zag net dat hij zijn mond een keertje op en neer deed. Ja. En dan pak je een hapje zuurstof. Hij heeft een hele grote kop, hij heeft een soort van dubbel schedel.
En daarin heeft hij een soort labyrinth. Dat is bloemkool eigenlijk. En daar kan hij mee, net als wij, de zuurstof uit de lucht halen. Dat kan hij dan ook. Dus hij kan er gewoon overleven. Okay. Hij is een soort zoogdier eigenlijk. Ja. Als je nou eens oppakt, wat ik zo mooi vind, is die snorharen. Ja. Die zo prachtig. Oh, hij doet zijn bek helemaal open, zeg. Zo, man. Ja. Ja, hij heeft ook een hele brede bek. Ja. Je zou zo de politiek in kunnen. Ja, dit is mooi, die snorhaar. Wat doet hij daarmee? Daar tast hij het water mee af. Kijk, hij zit in, hoofdzakelijk in donker water in de natuur, waar modder en zo een beetje rottende bladeren. En daar vroet hij zich in de natuur mee door het water. En dan kan hij zijn eigen oriënteren. En bovendien, onze meervallen die hebben geen oren, maar die hebben een zogenaamd zijlijnorgaan. En die hebben alle vissen. Oh, ja. En dan gaan we hier even ook laten zien. Dat is een lijn van puntjes. Hier van voor naar achteren. En daar kan ik trillingen mee waarnemen. Communicatie eigenlijk. Ja, ik heb nog eigenlijk maar zelden gezien dat ze tegen elkaar zwemmen. Dus ze kunnen toch best wel goed manoeuvreren. Jij zou hem graag vast willen houden. Ja, dat had ik ook, hè? Dus, zal ik hem even voorwerken? Met... Ja, dat lijkt me wel slim. Ja. Ja. Maakt het uit waar ik hem vasthoud? Ja, eigenlijk toch wel. Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel glibberig. Ja, hij is heel glibberig. Hij is echt glibberig, ja. Ja, ik doe altijd zo mijn hand eronder. En dan met je duim een beetje zo, dan stel hem maar gerust. Zo? Ja, met je duim een beetje op en neer en zo. Oh, dan stel je hem een beetje. Oh, ja. Kijk, je hebt hem op je pakken. Ja. Oeh, hij heeft wel een harde kop, ja. Ja, ja. Oh, ik weet niet zo goed. Ja. Dat is heel glad, hè? Ja. Oh, ja. Jij zei tegen mij in het vorige gesprek, ik heb nooit een vis vastgehouden. Nou, nu dus wel. Ja, you've done it. En wat voor een. Ja. En kunnen ze ook kijken eigenlijk met die ogen? Ja, wel ja, ogen. Ja. Nou, als ik hem was, draai ik zijn eigen om en dan keek ik naar jou. Maar, ze kunnen er goed mee, ze reageren er ook op, maar ze gebruiken meest die snorharen. Heb je die mondharen? Ja. Dit is een soort schuurpapier. Ja. Het is niet echt, hij kan wel mee happen, maar niet echt bijten. Nee. Het is een soort schuurpapier wat hij heeft. Hij heeft lippen. Ja, kijk, nou heeft hij mij vast. Ja. Maar dat doet niet zeer. Deze meerval toch wel iets minder schattig dan die ik net vast had. Ja, dat is wel zeker. Ja, dit is eigenlijk het eindresultaat wat we krijgen. Okay. Dus de vis die wordt verwerkt. Ja. En daar halen we de huid van af en de graat. En dan kun je hem zo met peper en zout in de pan bakken of op andere manieren verwerken. Dus dit is anders. En is dit een hele meerval? Of is dit, dit is een halve. En de andere helft die heb ik hier. Die is gerookt. Dat is een andere helft. Die is daags van tevoren in zout gelegd en in kruiden. Daar zit de huid nog op. En dan doen we hem roken in die rookton hiernaast. Oh, hier zo? Ja. Leg eens even uit hoe het functioneert. Nou, het is eigenlijk zo, we starten de ton. We stoken echt eens flink warm, dat die schoon wordt. Dan na een uurtje, dan gaan er de filets op. Dan leggen we hout hier uit het groene woud, populieren hout en... willige hout en dan doen we wat beuken snippers bij voor de smaak. En dan leggen we hier de filets op. Zo. Ja. En die zijn in 3-4 uur tijd zijn ze gerookt. En dan worden ze verkocht aan particulieren en aan restaurants. En ik kan het vertellen, het is heel lekker. Ik eet het zelf ook. Ja, ik kan het vertellen, het is heel lekker, want ik eet het ook. Ja. Ik vind hem echt, ik ben er helemaal fan van. Ik heb twee vissen die ik lekker vind, dat is de forel en deze. Zullen we eens binnen gaan kijken wat jullie nog meer hebben? Want er is nog iets heel spannends komt er nog aan. Ja. Goedemorgen. Hallo. Hi. Ik ga mijn handen, ja. Frans. Ja, hallo. Dit zijn vellen van de meerval. Dit is ook een vel, de jas zeg maar. En die wordt gelooid en is heel sterk
materiaal. Dus echt de huid is dit? Oh, dit is de huid van de meerval. Ja, zo. Dit is de neutrale kleur. Kijk, dat is nou echt fijn. Ja, ja. Het is nog steeds een beetje zacht. Dat ja, dat klopt, dat klopt. Maar niet meer zo glad. Nee. En het is niet zo slijmerig. Nee. En dit doet eigenlijk, mevrouw Quist uit Oosterwijk komt de vellen ophalen. En zij is eigenlijk een beetje een kunstenares. Okay. En die doet ze dan looien en dan hangt ze dit zo aan de waslijn. En is het al wat een beetje gekleurd. Oh, maar als je dit met koud water nat maakt, dan kun je uit elkaar gaan trekken. Ja. En dan krijg je deze gedroogde vellen. En als je die in het licht houdt, dan zie je een beetje glas- en loodachtig. Zie je zo? Oh, wat mooi. Ja, hè? Dan komt die kleur naar voren. Dus je hoeft niet per se in kleuren, maar het kan. Ja. En daar komt die kunst dan van weer vandaan. Dan kun je weer iets andere... dimensie aangeven aan de vis. En hoe wordt dit dan gekleurd? Met verf gewoon? Of? Ook met natuurlijke producten. Dit is ook een soort bloemachtig. Ja, mooi hoor. Ja. De snorharen worden ook gebruikt voor applicatie. Dan gooi je niks weg dan eigenlijk? Nee, de staart is ook nog iets. En dit zijn ook nog de vinnen van de meerval. De vinnetjes. Kortom, alles wordt gebruikt. Ja, en dit is inderdaad de kop van de meerval. Ja. En ze heeft hem goud bepoederd om toch mooi te maken. En dan zo gaat die klep dan zo open. Ja. En dan heb je hier de grof schuurpapier. Oh, dat zal ik vertellen. Mag ik even vertellen? Ja. Oh ja, dat voel je echt goed. En in de kop zelf zit het Christusbeeld. Ach. En dat kun je ook weer uithalen. En dan heb je een sieraad. Ja. Kan je nog een ketting van maken of zo? Zoiets, ja. Nou. Maar het is een... Het is gewoon, ik laat dit zien als inspiratie. Ja. Wat je met afval allemaal wel niet kunt. Ongelooflijk. Ja. Ja. Nou, dan hebben we dus gezien hoe dat hij zwemt. We hebben gezien hoe dat hij gefileerd wordt. We hebben gezien dat er van alles van te maken. Maar nou moeten we nog proeven eigenlijk, hè? Ja, want jij hebt het nog niet geproefd. We kunnen niet naar huis zonder te proeven. Zullen we eens even daar eens iets mee gaan doen? Gabriel, hoe vond je nou de eerste keer met ons mee te gaan, zo met Boksel Natuurlijk? Ja, ik vond het een hele leuke ervaring. Zo lekker echt in de natuur. Een beetje koud, hè? Koud is het wel. De natuur is koud. Ja. Nee, maar heel leuk om de meervallen ook van zo dichtbij te kunnen bekijken. Ja. En om te zien hoe je dat zo doet elke dag. Ja, ja. Ja, want je had nog een belangrijke vraag ook aan Jacques. Hè? Want, alle vragen stellen die er zijn, vinden we. Ja, ja. Dus, nou, je hebt natuurlijk die meervallen eigenlijk als een soort huisdier. Maar vind je het nou niet lastig om ze en te verzorgen, maar tegelijkertijd ook klaar te maken, zeg maar? Nou, nee, dat vind ik toch. Ik vind het eigenlijk leuk werk. Mm-hmm. En ik ga er met respect mee om. En als ik dan die goed verzorgd heb en ik kan ze verantwoord aan een verwerken en lekker maken, dat er de mensen van genieten. Ja. Dan vind ik dat mijn werk ook geslaagd is. Ja, en je moet er wel respectvol mee omgaan, maar dat doen we ook. Dus, maar ik zit al heel te kijken, lekker genieten. Dus. Ja, nou Frans, dan ben jij degene die er voor de eerste keer eentje mag pakken. Nou, ik durf dat wel. Dan doe jij ook eentje. En dan doe ik zelf ook mee. Ik heb ook een reden om ergens mijn product te controleren. Nou, en hoe vind je het? Ja, het smaakt zeker goed, ja. Heerlijk. Ja. Lekker hoor. Fantastisch. Ja. Ik hoop dat de mensen van Boks natuurlijk niet te jaloers zijn, maar ik ga lekker dit hapje nemen. Maar alleen met volle mond mocht ik nooit praten, want moet dus wachten even. Ik ben in ieder geval blij dat we hier geweest zijn. Jij? Ja, ik ook zeker. Jacques, heel erg bedankt voor je tijd en alle informatie hier zo natuurlijk. Ja, ja, graag gedaan. Bedankt voor het kijken. We zien jullie natuurlijk graag bij een volgende aflevering van Boks Natuurlijk. I've done it, I touched a catfish. Okay.